Ik was bedrijfsleider bij een ingenieursbureau in Vlissingen. De muziek trekt natuurlijk altijd heel erg aan je. En dat was bij mij ook altijd het geval. Maar ja, ik had gewoon een hele fijne werkgever, fijne werksfeer, zeg maar. Er was gewoon veel mogelijk. Je hebt het eigenlijk wel heel goed, want je hebt een hartstikke leuke baan. Met veel plezier ging ik er naartoe. En binnen die baan had ik ook veel vrijheid, zeg maar. Dus je denkt van, nou, ik heb eigenlijk wel het beste van beide werelden. Maar als je het goed gaat bekijken, is dat toch niet helemaal waar. Ja, het was wel spannend om te stoppen met mijn baan. Want in die tijd hadden we ook eigenlijk besloten dat we gingen verhuizen naar Middelburg. Dus we hadden eigenlijk net een ander huis gekocht. En ook natuurlijk, ja, omdat je toch in een soort van gat valt. Zo, je wordt wakker en wat nu? Ik weet dat het voor hem ook wel zwaar was. Want het zet natuurlijk zijn hele leven op zijn kop. Dus in die zin vond hij het ook wel heel moeilijk. Ja, ik was eigenlijk altijd al een beetje met muziek bezig. Ik had nooit een echte baan tussen aanhalingstekens ernaast. Want als je geen baas hebt die zegt van, goh, je moet nu dit gaan doen. Ja, je hebt zoveel vrijheid. Je moet echt voor jezelf de discipline hebben om die tijd in te delen. Dus ik weet dat hij het daar wel heel erg moeilijk mee heeft gehad. Maar hij had volgens mij wel altijd het vertrouwen, maar het komt wel goed. Omdat ik toch wel echt geloof dat het zo werkt, dat wanneer je ergens echt vol voor gaat, zeg maar, dat uiteindelijk ook, zeg maar, gaat lonen. Daar geloof ik wel in. Wat dat betreft zijn Michael en ik wel een klein beetje anders qua instelling. Michael is heel erg optimistisch en positief. En die heeft altijd wel vertrouwen in dat dingen goed komen. Ik ben meer een beetje de zenuwpees, zeg maar. Dus ik denk altijd van, ja, leuk, maar. Hè? Dat is weer die strijd tussen hoofd en hart, hè. Dat is altijd een beetje bij mij. Diep van binnen wil ik het liefst alleen maar met muziek bezig zijn. Maar mijn verstand zegt van, ja, maar je moet ook je vaste lasten betalen. En je moet brood kopen en dit en dat. En hoe ga je dat combineren? En dat is wel iets wat ik heel erg van Michael heb geleerd. Dat ik gewoon iets meer, ja, moet loslaten en wat meer moet leren vertrouwen. Ik heb altijd echt met veel plezier gewerkt. Maar dit voelt voor mij toch het meest dicht bij mezelf. Ik hoef me niet anders voor te doen dan dat ik ben. Zolang we eigenlijk als bestaan of samen zijn, hebben we het er al over dat we echt met eigen werk willen beginnen. Ja, dat is een van de engste dingen, want je laat ook een stukje van jezelf zien. Dus dat is zeker spannend en mensen hebben er een mening over. Mensen hebben altijd overal een mening over. En dan hebben ze een mening over iets wat uit jouw hart komt. Klinkt heel zwaar, maar daar komt het wel op neer. Dus dat is wel spannend, maar goed, ja dat is zo. En daar word je ook alweer hard van. Iedereen heeft altijd overal een mening over. Oh, and now I see for the truth after all. Wat we nu aan doen zijn, is zoveel mogelijk schrijven. Gewoon schrijven, schrijven en afmaken ook. Want schrijven is één ding, maar
je moet ook je liedjes afmaken. En we hebben een klein beetje globaal in ons hoofd dat we tot aan december schrijven. Dan hopen we dat we een 20-tal nummers hebben of zo. En dat we dan daaruit kunnen gaan pakken de nummers die we echt op het album willen zetten. En die we dan ook echt helemaal 100% willen uit gaan werken met een band en met alles erop en eraan. Dus we maken nu alle demo's en in december gaan we selecteren. Ondanks dat je heel veel tijd vrij gaat maken voor iets wat onzeker is. En voor iets waarvan ik weet dat ik echt niet de enige in de wereld ben. Voelt het toch wel een soort van bevrijding. Je gaat eindelijk een ding doen wat het dichtst bij jou ligt. En wat je eigenlijk heel graag wil. En waarom ook niet, weet je wel. Nooit geschoten zal tijd mis. For the stars in the sky. Now I breathe, I breathe. For the love in a child. We hebben heel veel geschreven. We hebben ook een week gepakt dat we naar de Ardennen zijn gegaan. En daarin hebben we gewoon ontzettend veel geschreven. Want we merkten, we waren wel bezig. Maar er komen toch stiekem dingetjes langs in het dagelijks leven. Die dan weer je aandacht vragen. En die tijd vragen ook. Dus het kwam niet echt heel veel verder. We maakten niet echt grote stappen. En dat wilden we wel. Dus we hebben zo'n week gepland. Van we gaan een week onszelf opsluiten. En in die week zoveel mogelijk proberen te schrijven. En dat is gelukt. Dus we zitten nu op een nummer of 223, zoiets. Ja, we hebben echt wel grote stappen gemaakt. We hebben echt mooie dingen ook gemaakt. Stom om te zeggen. Maar ik ben echt wel blij met de dingen die we allemaal hebben. En je merkt dus gewoon, als je er gewoon maar echt even de tijd voor neemt, dan kan dat er dus allemaal uitkomen. Ik denk dat we eerst misschien een goede pre-productie moeten maken van een track waar we echt allebei heel erg tevreden over zijn. Dat we die gewoon echt goed gaan uitwerken. Goed opnemen, goed produceren voor zover we dat hier kunnen doen. En dat we die gebruiken als promotiemateriaal om iemand over de streep te trekken. Proberen wel eens te luisteren als je muziek hoort op de radio of waar dan ook. Dat je denkt van, oh, dat klinkt goed. En dat je dan gaat kijken, nou, wie heeft dat geproduceerd? En dan eens kijken, ja, op die manier dat je echt wel een professional bij je project kan betrekken. Maar of dat lukt, dat is natuurlijk dat is ook wel spannend. En het is ook wel bepalend voor de rest van de planning. Omdat je natuurlijk, je hebt eerst een producer nodig voordat je dan weer vervolgstappen kan gaan zetten. Je kunt altijd wel een producer krijgen, denk ik. Alleen, ons plan is een klein beetje wild. We zitten misschien te denken om het in het buitenland te gaan opnemen. We zijn nogal reislustig. En sowieso is het natuurlijk ook wel. Vinden wij ook de kwaliteit vaak wel heel erg. Gewoon goed in bijvoorbeeld in Engeland of Amerika. Als je dan die producties daarvan hoort, zijn we altijd wel van onder de indruk. Dus dat samen met het feit dat we het wel leuk vinden om erop uit te trekken. Ja. Maakt dat we eigenlijk een beetje ook die kant op kijken. Maar om dat soort mensen natuurlijk in jouw eigen project te interesseren. Dat is maar de vraag of dat moeilijk wordt of makkelijk. Dat is een beetje onzeker. We hebben de demo's pas gestuurd naar een aantal hele goede producers in het buitenland. Die we echt te gek vinden. We vinden de muziek die ze hebben geproduceerd heel gaaf klinken. Dus ik denk, niet geschoten is altijd mis. We hebben gewoon onderzoek gedaan op internet. We hebben wat contactgegevens gevonden. Ja, wat hebben we te verliezen als we het proberen? Dus we hebben het gewoon gestuurd. Eén producer heeft heel positief gereageerd. Die hadden we benaderd omdat hij ook gewerkt heeft met Jason Mraz en Alanis Morissette. En die vond het heel tof. Die was eigenlijk heel erg gecharmeerd van Romy de stem en van de tracks. Het was wel echt rood geïrriteerd. Van een keer omstreken.
Maar ik ben toen wel natuurlijk door blijven zingen, wat natuurlijk niet verstandig is. Nee. Zo gaat het. Ja, sommige dingen zijn lastig om dan te cancelen. Maar het is nou wel 8 weken en het gaat nu redelijk goed. Komt omdat ik nu 2 dagen echt compleet stemrust heb gehouden. Mm-hmm. Om te kijken of dat verbetering gaf. Dat geeft dus iets verbetering, merk ik. Maar het gekke is, want ik ben natuurlijk een paar jaar geleden ook geweest. En toen was het echt puur hees. Maar nu heb ik er ook echt wel pijn bij. Het gevoel dat permanent iemand mijn keel dichtknijpt. Dat gevoel. Zou je niet eerder gehad hebben? Nee. Wacht, staart even op til, omdat het een klittenbandconstructie is. Ik ben bang dat ik anders vast zit. Dat is even weer eens een keer. Toon zingen. Kan geen kwaad, maar het belangrijke is dat je stemhygiëne hebt. Dus niet praten in een rumoerige omgeving, de stembelasting omlaag brengt. Misschien een tijdje niet zingt, maar dat is natuurlijk weer. Dat heeft wel grote impact op jouw activiteiten. Je geeft zangles, je hebt allerlei optreden staan, je moet veel praten. Ja, dat moet je eigenlijk allemaal dan wegfilteren om die stembanden in een rustig vaarwater te brengen. Moet gewoon rustiger aan gaan doen, dat weet ik wel. Het is heel moeilijk. Ik zit natuurlijk ook midden in heel de voorbereidingen voor Romy Cage en alles. Ja, rustiger aan, hoe dan? Maar goed, het moet wel. Ja, ik heb een beetje met hem afgesproken dat ik wil proberen te kijken of ik met rust zoveel mogelijk kan doen. Dus ik wil straks ook 2 rustweken inlassen waarin ik niks praat en niks zeg en niks doe. Between the backings and the lead. Yeah. Okay, that's totally cool. Okay, let's try again and see if this is better. Well, Romy and Michael emailed me that they heard some albums that I had done, I believe, namely Alanis Morissette and Jason Mraz and a couple of other things, and really loved the records and asked if I would work with them. And
at the time I really hadn't heard their music, and they sent me a few things that were actually live performances, and I was immediately struck by Romy's voice. It was so powerful and passionate and professional, and you know, it was very, very impressive. And then they sent me two or three songs, including Breathe, and I instantly went, wow, these guys have really got something unique going on. So I was really, really impressed with it. And you know, we talked about the possibility of making a record, whether it should be done in Europe or even in Holland, or where it should be done. And at the time, all their band wasn't settled and locked in, so I thought, okay, well, maybe if you come to LA, I can introduce them to the studio musicians that I work with all the time, and that might be a fun way for them to collaborate on the new record. And if you want me to replace these second chorus melody thing with a new set of splangs for you. Let's do some splangs with the little fills or arpeggios. In the second verse. Yeah. So second verse, second chorus, out. I think on a collaborative level, the experience so far has been fantastic. I mean, I think they love the fact that I could point out to them what I thought were the strong points in the songs, and what I thought worked well in the demos, and what I thought needed a little bit of shoring up, what needed improvement. And they've been very, very open. They've been really, really great to taking input into the songs, but at the same time very clear about what they liked about the demos, what they want to preserve about the demos, and what they feel is intrinsic and important to the sound of their band. Jeetje, hoe komen we hier nou weer terecht? Twee mensen gewoon uit Middelburg, en dan zit je daar, loop je langs de gouden platen van Van Halen, Fleetwood Mac en alles daar zo. Dus dat is wel heel bizar om mee te maken. En ook om met die gasten te spelen die ook echt aan de wereldtop staan. Weet je, we hebben natuurlijk die demo's gemaakt. Die demo's waren best ver uitgewerkt. Het was niet alleen gitaartje en zang. Het waren echt wel complete nummers al. Dus daaruit konden ze wel opmaken wat een beetje ons gevoel is en welke kant we op willen. Dus we hebben eigenlijk niet één keer een discussie gehad van nee, dit moet je echt niet veranderen. Of dit. We lagen eigenlijk heel de tijd op één lijn. We hebben niet één keer gehad dat we dachten van, wat ben je nou aan het doen? Nee. De liedjes zijn nog wel gewoon de liedjes zoals we ze hebben geschreven. Alleen ze zijn gewoon naar een hoger niveau getild door hun inbreng. We gingen echt voor het beste album. Hoe krijg je nou het beste album? En als dat betekent dat ik niet alles zelf in hoef te vullen qua gitaar, dan sta ik er zeker voor open. Iemand met de ervaring als de gitarist heeft, die heeft zo'n breed palet aan wat hij kan inzetten. Dus daar kan ik alleen maar ook weer van leren. Ja, het is allemaal niet zo heel ver weg. Het is allemaal niet zo ongrijpbaar als dat je denkt. Zeker als je daar dus rondloopt, merk je van, nou, hier gebeurt het allemaal in dit gebouw en die woont daar en die woont daar. Dus het komt zo dichtbij dat het ook minder dromerig lijkt, dat het eigenlijk steeds concreter wordt. Je moet alleen er wel hard voor werken en je moet natuurlijk juist mensen kennen en nog wel alles aan doen. Maar het is niet zo van alsof het onmogelijk is. Dat is het niet. Het is niet onmogelijk. Ja, het was één groot circus. Het was echt een soort van droom die uitkwam. Dat hele LA-verhaal, dat was ongelooflijk. Hadden we nooit kunnen bedenken dat het zo zou gaan. Na een aantal maanden sta je dan ineens met je album in je handen. En dan begint het eigenlijk weer van vooraf aan. Dus eigenlijk het einde van het opnemen van het album luidt het begin in van weer een nieuwe fase. It's funny. Je stelt elke keer opnieuw een doel. Als dat afgerond is, komt er weer wat anders. Continu zoeken, nieuwe paden bewandelen. Het is één droom geweest. Het is één fantastisch avontuur geweest. Maar nu begint het eigenlijk pas.
now.